68. 70, ja. Dat is de onderste rij. Hoor je dat boefje? Oma wordt niet herkend. Maar wees gerust, wel herkend. Hey dames, goedemorgen. Hoe is het met jullie? Goed. Hoi. Esther en Ellen, de zussen. Ja, de zus Jansen. Ja, de zusje Jansen inderdaad. Ja, nou ja, wij hebben een jaar of twee terug al eens een keer kennis gemaakt. Bij jullie thuis welk adres was? Nee, dat adres hoeft niet. Vinse Singel, ja. Telefoon. Nee. Nee, maar toen hebben we kennis gemaakt. En toen was jij hier ook net begonnen, toch? Ben ik hier net begonnen met de winkel. Ja dus, zus en zo. Ja, winkelzus en zo. Nou, iedereen weet het nu inmiddels wel. Je zit er al natuurlijk als gevestigde naam. Maar kan je nog even heel kort samenvatten wat de winkel allemaal heeft? Babykleding, kinderkleding, maat 50 tot en met 176. Tweedehands het grootste deel. Kinderwagens, positiekleding, alles tweedehands. Maar alles wel picobello. Je bent beslist geen kringloopwinkel. Nee, je hebt de betere kwaliteit tweedehands. Ja. Maar je bent wel heel betaalbaar, denk ik, of niet? Ja, het is heel goedkoop. Het scheelt enorm. Ja. En hoe bevalt de stap? Want ik weet nog, je was op zoek eigenlijk naar een pand in de binnenstad eerst? Klopt, ik was op zoek naar een pand in de binnenstad. En dat was erg prijzig. Ja. Dus je moest gelijk tekenen voor 5 jaar. En ik had zoiets van, ja, ik heb geen idee wat de winkel inhoudt. Dat was voor mij de eerste keer. Dus ik wilde het echte jaar gewoon uitproberen. Toen kwam ik met de buurman van de dierenwinkel in contact. En die had het over dit pand. En dat bleek dus van de Bloemenhoek te zijn. Oké. Okay. En daarmee in gesprek gegaan. En ik mocht het huren. Alleen het was een gok. Want het kon zijn dat ik een jaar later eruit zou moeten. Vanwege ze verbouwing. Nog niet wisten of het verbouwd zou worden. Of dat het echt neergehaald zou worden. Dus heel blij dat ik die gok heb genomen. Ja. Want anders had ik nu echt kunnen stoppen met de winkel. Als ik die prijs had moeten betalen van de binnenstad. Ja, dat is voor ze. Maar bevalt het hier ook? Heb je goede aanloop en zo? Want Douwendaal is natuurlijk een grote wijk. Klopt. Maar heb je, jij richt je toch op jonge moeders. Zijn die er ook nog veel in de wijk? Ja, heel veel. Maar ook veel oma's die komen. Het is handig om bijvoorbeeld thuis ook een kinderwagen te hebben. Dat hun kind niet met alles moet sjouwen. Ja, precies. En dan is een tweedehands is dan eigenlijk toch wel een stuk. Die kost natuurlijk ook allemaal bakken met geld. Ja, ja. En Ellen, jij bent niet echt betrokken bij de winkel, maar ook weer wel. Ook wel. Dus want jullie doen best wel heel veel dingen samen. Ja. Want jij doet kinderopvang eigenlijk. Kinderopvang eigenlijk, ja. Ja. 5 dagen in de week. Maar voor de rest een beetje helpen met foto's voor de webshop. Want ze heeft ook een webshop gezet intussen. Dus, jullie kunnen het als zussen gewoon goed vinden en jullie doen veel samen, hè? Meestal wel. Hey, maar wat ik nou wel bijzonder vond, is nu mogen de winkels weer open. Jij gaat dus even lekker met vakantie. Ja, wij zouden eigenlijk nu al een week in Schotland zitten. Oh ja, de link met Schotland, dat was het. Twee weken naar Schotland. Daar heb jij lang gewoond, toch? Ja, heb ik gewoond. Dus nu al 1,5 jaar niet meer daar naartoe gemogen. Dus ik mis het enorm, ik wil naar huis. Maar nu mag je weer niet? Nu mocht het weer niet, dus het ging weer niet door. Maar ja, we hadden zoiets van, zij had al vakantie geregeld met de ouders van de kinderopvang. Dus zeiden we, dan gaan we gewoon dagjes doen. Ja. Dus nu is het even tot en met morgen alleen op afspraak. En dan vanaf... Maar jij bent ook wel gewoon echt dat je wel dicht bent geweest. En af en toe dan een dag open voor klanten die... Alleen op afspraak. Ja. Maar ik ben hier ook niet gaan zitten hele dagen als ik geen afspraak had. Nee, dan betaal je ook weer voor al je kosten en je dingen. Ja, ook. Maar ook zonde van je tijd. En heel veel mensen die dan toch naar binnen wilden. En dan moet je zeggen, nee, het mag niet. Hè? Ja, dat soort dingen, ja. Nee, ja. Misschien niet op. Maar na 10 mei, als je vakantie klaar is, dan ga je weer gewoon open op de normale manier. Ja. 11 mei gewoon weer de hele dag over. Nou, zo goed. Goed om te horen. Ja. Oh, top. Ja. Jij bent tussendoor ook nog een gastouderbureau begonnen. Ja, klopt. Wat is dat in vredesnaam? Match van vraagouders met gastouders. Okay. En ik heb dan de kassiersfunctie voor de gastouders. Oké. Okay. En vanaf, dat doe je dan vanaf de Vinse Singel? Gewoon vanuit huis. Ja. Oké. Okay. En heeft of, dat nog... vanuit de winkel waar ik... Heeft dat nog een naam of een... Gastouderbureau Kindjes en zo. Kindjes en zo. Nou, dat sluit al een beetje aan. Zus en zo. Zus en zo. Kindjes en zo. De kinderopvang zoet en zo. Dus nou ja, je hebt allerlei functies en zo. Hè? En zo. Nou, goed om te weten. Je bent in ieder geval lekker aan het ondernemen. Ja, gaat lekker. Heel goed. Ja. Oké, okay. Hey, dankjewel. Tot de volgende keer. Jij ook bedankt. Ja, ik had nog een andere draagzak. Oh ja, sokken. Je had ergens een sokkenbak. Ja, daar. Ja, dat is niet op maat, helaas. Nee, maar dat is... Ben je vaste klant hier? Nou, we zijn een paar keer geweest. Een keer om 3, 4 denk ik nu. Oké.
Nou, dat vind ik wel een redelijk. Ik heb mondmaskers op, herken je mensen zo goed. Het is verschrikkelijk, echt. Ik heb er normaal al moeite mee en nu helemaal, dat ik denk. Maar ja, ik zit ook naar iedereen te lachen en dan denk ik, ja, niemand die het ziet. Ik zie het in je ogen. Oh, toch wel, ja.